We beginnen de derde toer met 3 lossen. 1 2 3 we keren het werk, we slaan 1 2 steken over en in de achterste lus maken we een stokje en in de volgende, in de achterste lus, een stokje. Dan gaan we in deze steek 3 stokjes in 1 steek maken. 1 2 3 in de achterste lus 1 stokje, in de volgende, in de achterste lus 1 stokje en in de volgende, in de achterste lus 1 stokje. Dan heb je 3 steken in de achterste lus gedaan. Dan slaan we 1 2 steken over, dan weer in de achterste lus een stokje, in de achterste lus een stokje en in de achterste lus een stokje, in totaal 3. Dus je hebt, de herhaling is 3 stokjes in 1 steek, dan 1 2 3 stokjes in de achterste lus en weer 2 steken overslaan en weer 3 stokjes in de achterste lus, dan 3 steken weer in 1 steek. Dat is de herhaling. En zo ga je heel toer 3 ga je af, dus achterste lus een stokje, achterste lus een stokje, achterste lus een stokje. Dan sla je 1 2 steken over, dan ga je weer in de achterste lus een stokje, achterste lus en nog een keer, en dan in de volgende steek 3 stokjes in 1 steek. Dit is de herhaling en dan krijg je weer zo'n mooi golfje. En dan zie ik je op het einde van de derde toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu bijna op het einde van de derde toer. We gaan nu 3 stokjes in 1 steek maken, je kunt erop letten dat het echt de middelste van de vorige toer is, het middelste stokje van de vorige toer. En nu gaan we na die 3 stokjes in 1 steek weer 3 stokjes maken, in elke steek 1 stokje in de achterste lus, en we maken 1 stokje op deze laatste steek. Dan gaan we 3 lossen maken en dan gaan we naar toer 4. Dus dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan de 4e toer. We hebben al 3 lossen gehaakt. Dan keer je weer je werk. We slaan 1 steek over, we gaan in de achterste lus een stokje maken, zie je, dus je slaat deze over, dit stokje. We gaan nog een keer in de achterste lus een stokje maken, in de achterste lus een stokje, dan gaan we 5 stokjes in 1 steek maken, een 2 3 4 5, dan gaan we achterste lus weer een stokje maken, achterste lus een stokje, achterste lus een stokje, en dan heb je dus, dit is de herhaling, 5 stokjes in 1 steek en 3 stokjes in de achterste lus. Je slaat weer 2 steken over, dan ga je weer in de achterste lus een stokje maken. Dat, als het goed is, zijn het 3, gewoon 3 stokjes, 2 overslaan, 3 stokjes, dan in de bovenste of in de dubbele of in het stokje met de 2 lusjes gaan we 5 stokjes maken, 1 2 3 4 5. Dus de herhaling is 5 stokjes, 3 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 3 in de achterste lus, 5 stokjes, dus dat is toer 4. Ik ga nog even meehaken, dus 3 stokjes in de achterste lus, 1 2 3 1 2 slaan we over, 1 2 3 in 1 steek 5 stokjes, 1 2 3 4 5 en dan ga je weer 3 stokjes in de achterste lus haken, 2 overslaan en 3 in de achterste lus, en zo maak je heel toer 4 af. En dan zie ik je op het einde van toer 4, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 4e toer en ik moet in die middelste nog 5 stokjes haken, 1 2 3 4 5. Oh, het begint echt al heel leuk te worden. Op een gegeven moment dan heb je het door en dan ga je echt genieten. Nu gaan we nog 3 stokjes maken in de achterste lus, 1 2 3 en ik ga in deze opening nog 1 stokje maken. En we maken dadelijk voor toer 5 nog 3 lossen, maar die laat ik in de volgende video zien. Dus deze video was toer 3 en 4. ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. De volgende video komt toer 5 en toer 6 in deel 3 en ja, het geeft echt een heel leuk resultaat doordat je ook iedere keer je toeren draait. Dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag abonneren, de duimpjes omhoog, hieronder op die rode knop klikken en ik zie je graag bij de volgende video weer terug. Tot ziens.